Geert, goedenavond. Welkom op Daknam. Dank u wel. Een nieuw jaar, geen nieuw seizoen, maar wel voor jou een nieuwe ploeg. Was je verrast dat de Sporting met jou contact opnam? Nee, want het was eigenlijk een beetje beide dat contact zochten naar elkaar. Ik zocht ook wel contact op met Hans. En dan ben ik toch wel blij dat ik de keuze gemaakt heb naar Lokeren te komen. Ik heb zoiets rondgehoord. En ik vernam dat jij een speler bent, toch wel met heel infiltratie, heel aanwezig op het veld, goede lange bal. Op welke positie je dan zelf spelen in deze nieuwe club voor jou? Welke positie, dat beslist nog altijd de coach. Maar de bedoeling is toch voor mij van op de 8 te spelen. Dat is toch mijn lievelingspositie, ik zal het zo zeggen. Verdedigend werk, maar ook mee zijn in de 16. En voor kansen te creëren, dus eigenlijk zou ik dat mijn positie zijn. Jouw opleiding gaat bij Deinzen, dan even naar Knokke, dan terug naar Deinzen, om dan terug te eindigen bij Knokke voor je naar hier kwam. Dat lijkt me toch een raar verhaal, zo dat over en weer je pingpong een klein beetje. Maar ja, een beetje wel, maar uiteindelijk ook niet. Want uiteindelijk speel ik al 10 jaar op eerste amateur qua niveau. En dan ben ik een jaartje uitgeleend geweest naar Knokke, heb ik daar kampioen gespeeld. Dan ben ik teruggekeerd. Een nieuwe start in Deinzen, wat al heel goed aan is. Dan hebben we in eerste amateur kampioen gespeeld, waardoor we wel naar tweede klasse zijn, of 1B, hoe dat je het noemt, zijn gegaan. En daar heb ik het eerste jaar eigenlijk redelijk wel gespeeld. En wat ook goed ging, maar dan het laatste half jaar niet meer zoveel, waardoor dat ik dan beslist heb in januari om over te stappen terug naar Knokke, waar dat ik al geweest was. Dus daar heb ik dan een jaar gespeeld en nu hier in januari naar Lokeren. Dat klopt, het huis Knokke ken je dan al goed voor je tweede keer. Nu kom je voor de eerste keer naar Lokeren Temse. Ken je dit huis eigenlijk al vrij goed? Vrij goed niet. Ik weet dat het natuurlijk is met een club met veel ambitie, met veel supporters uit en thuis. Dus wat ik wel goesting krijg om samen te werken aan de ambitie en dat kampioen worden. En daar wil ik wel mee helpen. Een leuke anekdote is dat je met nummer 12 wil en gaat spelen. De 12e man is dan ook belangrijk voor jou. Zeer belangrijk. Ik denk dat dat hier ook een van de belangrijkste dingen zijn dat hier zijn. Dat is de supporters. We weten dat hier als je thuis of uit speelt, dat de supporters altijd mee gaan helpen voor de overwinning te proberen halen. Dus zeker een grote factor dat de supporters er zijn. Je hebt vaak in 1B gespeeld, eerste nationale. Nu in tweede nationale, een andere competitie. Hoe ken je die? Ploegen willen vaak hier de match van hun seizoen komen spelen, ook bij hen thuis. Niet altijd gemakkelijk. De competitie op zich ken ik niet zo goed, omdat ik eigenlijk altijd in eerste amateur gevoetbald heb. Maar gelijk dat ik zeg, het is gewoon elke wedstrijd zien en hopelijk gewoon elke wedstrijd winnen. Ken je hier nog veel spelers van onze huidige ploeg? Ja. Vooral van tegen te spelen, neem ik aan? Van tegen te spelen en van met te spelen. Hè. Als je de keeper, Gianni Deneve, Souf, het zijn eigenlijk wel veel spelers waar ik nog in Deinzen mee gespeeld heb. Zelf Hans, de coach zelf. Heb ik nog samen mee gevoetbald. Dus zijn redelijk wat spelers en de trainer zelf dat ik ken van vroeger. Qua integratie kan dat wel helpen, want het is een korte dag. Er komen vrij snel belangrijke wedstrijden aan. Januari is een heel belangrijke periode, natuurlijk de rest van het seizoen. Hoe schat je dat in? Naar integratie toe, ik denk wel dat dat voor jou vlot moet gaan. Dat hebben we ook gehoord, dat je altijd snel integreert in de groep, dat je goed in de groep ligt, ook bij de supporters. Dus dat moet wel lukken. Ja, ik denk dat het al zeer belangrijk is dat ik de spelers al een beetje ken van vroeger, van tegen te spelen en van met te spelen. Dus ik denk dat dat wel een grote factor gaat zijn dat dat al een beetje helpt, omdat ik weet wat, hoe dat sommige spelers spelen. En ik zeg het, zoveel mogelijk trainingen en maken dat we aan elkaar gewend worden voor de komende matchen. Dan wens ik jou heel veel succes hier bij Sporting Lokeren. Er is ook een blijk van vertrouwen, ook wel een leuk detail. Er is ineens geopteerd voor een contract van 2,5 seizoenen. Dus dat blijkt dan toch wel van wederzijds vertrouwen. Ja, inderdaad, en daar ben ik blij om. Dus veel succes. Dank u wel.